Beton stortte in een bouwput van bijna 20 meter diep. Werk dat niet zomaar stopgezet kan worden. Dag in dag uit gaan ze hierdoor. Deze bouwput is een van de meest kostbare onderdelen van de toekomstige centrale. Dit is een heel belangrijk onderdeel van de nieuwe centrale. Dit is de koelwaterinlaat. Daar komt het koelwater voor de eenheden naar binnen vanuit de Beatrixhaven. Via drie grote filterinstallaties, daarna drie pompen, gaat het zo verder naar de eenheden toe. En waarom is dit dan zo'n duur onderdeel? Dit is een duur onderdeel omdat het heel diep uitgegraven is. Dat is op zichzelf heel kostbaar. En daar gaat ontzettend veel beton in en ook heel veel dure apparatuur. Om het koelwater te transporteren wordt iets verderop al gewerkt aan een ondergronds buizenstelsel. In totaal wordt zo'n 5 kilometer aan buis gebruikt, met een diameter van 3 meter. Voor het eerst wordt gebruik gemaakt van uiterst sterk kunststof in plaats van beton. Die kan ook nog even worden. Uitvoerder Harry Olgers uit Midwolda werkt gestaag door. Sinds het begin is hij bij de aanleg betrokken. Hij vindt de bouw van de centrale de mooiste klus van zijn leven. Normaal zie je in de reconstructie, heb je allemaal kleine werk dat 3 maanden, 4 maanden duurt. En hier ben je gewoon 2,5 tot 5 jaar zit je hier op deze plan. Dus ja, alles is veel groter en veel meer kubus als normaal. Wat je in je eigen normale weg- en waterbouw zit, zeg maar. Dat is het mooiste van dit werk. Aan bouwvak doen ze hier niet. De vakanties worden gespreid opgenomen. Daar staan zo'n grote belangen op het spel. Het is een project van 1,8 miljard. Wij moeten gewoon doorwerken. We werken ook veel met voor zo'n 30% werken hier buitenlanders. Dat is natuurlijk ook even aanpassen. Die werken ook gewoon door. Dus we hebben de werkzaamheden daarop afgestemd. Vakantie, we hebben hier eigenlijk alle dagen vakantie. Als het mooi weer is, dan is het hier altijd leuk. Dus, Ook de aanleg van de centrale van buurman RWE gaat gewoon door. Na de zomer gaan ook de bouwvakkers van Nuon de hoogte in. Dan beginnen ze aan het ketelhuis van 40 meter hoogte. Aan het eind van het jaar organiseert het bedrijf een open dag, zodat belangstellenden kunnen zien wat er allemaal is gebouwd. In 2012 moet de centrale klaar zijn voor gebruik.